Mijn naam is Freek. Freek van Leeuwen. Dit is Julie, mijn dochtertje. Ik woon hier samen met Nicole. Nicole is mijn vrouw, Nicole de Gier. Die is hier de boerin. En dan hebben we nog Job. En Job is haar jongere broer. Hoe ben ik boer geworden? Ja, dat was in mijn geval niet echt een vanzelfsprekendheid. Ik ben een beetje laat dat besloten, of dan is dat gebeurd eigenlijk. Ik en Nicole hebben allebei in Wageningen gestudeerd. Het was niet automatisch duidelijk dat we de boerderij gingen overnemen van mijn ouders. Het was niet vanzelfsprekend dat we dat gingen voortzetten. Het was toen een kleinachtig bedrijf. Toen om allerlei redenen zijn we toch hier terechtgekomen en een plan gemaakt. En toch de boel hier wordt gezet. Ja. Voor zover wij weten is er ook altijd kaas gemaakt. Traditioneel maakt natuurlijk bijna alle boeren hier in de omgeving kaas. Wij zijn toevallig nog een van degenen die dat nog steeds doen. Wij hebben in 2010 de kans gekregen om de boerderij van de buurman te kopen. Daar zitten we nu ook. Dus nu hebben we geïnvesteerd in een nieuwe stal met kaasmakerij en een kaasopslag met winkel. En die, zo is dat hier nu gekomen, zeg maar. Maar het kaasmaken aan zich als activiteit was altijd al op ons bedrijf. Ja. De taakverdeling is zo dat Nicole melkt de koeien en doet het meeste aan de veeverzorging. En ik ben de kaasmaker, zeg maar. Dus ik heb het vak geleerd van mijn moeder. Dan zijn er natuurlijk nog de andere werkzaamheden, het landwerk bijvoorbeeld. Dat moet ik zeggen, doet mijn vader voor een deel nog wel. Die is nog wel een beetje actief hier. En Nicole en Nick ook, ik spring ook af en toe bij. We hebben nog wat mensen die losvast in dienst zijn. Dit bedrijf werkt biologisch en dat houdt in dat we eigenlijk werken volgens de normen die daarvoor gelden. Dat is een lijst met eisen die scherper zijn eigenlijk dan de wet. De belangrijkste en bekendste en meest ingrijpende eisen daarvan zijn dat we bijvoorbeeld geen kunstmest gebruiken, dat we extensiever werken dan veel andere melkveehouders, dat betekent minder koeien per hectare land. En we gebruiken ook geen gifstoffen om bijvoorbeeld onkruid te bestrijden. We zijn ook een stuk beperkter in het gebruik van bijvoorbeeld antibiotica voor de koeien. We mogen het wel gebruiken, maar zeer, zeer beperkt. En de koeien hebben ook meer ruimte in de stal en moeten verplicht ook de wei in. Ja. Als biologisch boer heb je niet andere mogelijkheden dan om je land de bodemvruchtbaarheid aan te vullen, want je oogst elk jaar, dus dat moet ook aangevuld worden, dan met dierlijke mest. Kunstmest is niet toegestaan. In de stal hebben wij geprobeerd om die mestkwaliteit die dieren in het land hebben na te bootsen. En dat betekent dat eigenlijk het belangrijkste is dat je probeert te voorkomen dat mest en urine bij elkaar komen. Dat moet eigenlijk direct gescheiden worden. Dus toen wij de stal zijn gaan bouwen hier zo, kwam er op een gegeven moment een bedrijf langs die een innovatie had. Een poreuze vloer, een poreuze rubberen vloer, waar de urine in wegzakt, maar de mest blijft liggen. En die mest wordt vervolgens afgeschoven met een mestrobot. En daar wordt later dan nog weer stro aan toegevoegd, waardoor je stapelbare stalmest krijgt. Ruige, strorijke stalmest. En het toevoegen van stro is weer belangrijk, omdat stro een koolstofrijk product is. En koolstof een van de elementen is die juist door het oogsten van gras verdwijnt uit de bodem. En ook heel belangrijk is voor het organische stofgehalte, humus zeg maar. Als je dat te veel uit je bodem haalt, dan mijn je de bodem eigenlijk op een gegeven moment. Maar uit bodemleven sterft af. En de urine die past er dan eigenlijk toe als een biologische variant van de vloeibare kunstmest. Het apparaat wat de stro toevoegt aan de mest buiten de stal. He, dus de mestrobot schuift de mest van de koe, de poep van de koeien, naar buiten toe. En voegt, dan daar wordt stro toegevoegd aan die mest. En dat wordt gedaan door ook een uniek apparaat. Dat is het mijntje van Nederland, die staat bij ons hier. Dat noemen wij, ja, gekscherende wijze, de pindakaasmachine. Omdat er nog geen echte naam voor is. Het is maar een grapje natuurlijk. Maar. Natuur en dierenwelzijn.
ja, dat zijn thema's, laat ik zo zeggen, daar proberen we extra aandacht aan te geven. Om een voorbeeld te geven, er is in de maatschappij veel te doen over de kalfjes bij de moeder weggehaald worden na de geboorte. Om allerlei goede redenen, hygiëne en het kalf groeit beter en de stress is minder, hè, want als je het later doet dan is de band al gevormd enzovoort. Dus wat wij nu doen is dat het kalf een aantal dagen bij de moeder blijft, maar wel in een afbouwsysteem. Dus de eerste dag zijn ze helemaal samen, misschien de tweede dag ook nog, maar dan wordt het steeds minder. Dus bijvoorbeeld alleen de nacht en dan een paar uur na het melken en dan steeds iets minder. Zo bouwen we dat dan een beetje af. Mijn vader is al jarenlang actief in het wereldje van het agrarisch natuurbeheer en boer-burgerrelaties en zo. En hij heeft heel veel functies in dat kader gehad. En een van de activiteiten die hij ook mede opgezet heeft is het ontwikkelen van allerlei boerenlandpaden. Veel bewoners hebben behoefte om door het boerenland in te mogen. Dat mag vaak niet, dat is een hek en daar mag je niet zomaar in. Dus op een gegeven moment zijn er initiatieven genomen om boerenlandpaden te ontwikkelen. Dus daar loopt er eentje van over ons terrein ook. Er zit ook een leuk zelfbedieningspontje, daar kan je door de vaart over. Ja, we maken kaas. Dat begint dan met het opwarmen van de melk. En dan voegen we vervolgens stremsel toe, een enzym. Dat wordt gewonnen uit de lepmaag van het kalf. Dat maakt de melk dus dik. En dan begint het proces van kaas maken. Dan is de melk gestremd, zoals wij dat noemen. En dan gaan we snijden, zodat de vaste delen zich van de vloeistoffen scheiden, de wrongel van de wei. En dan in een aantal stappen warmen we dat verder door. En dan uiteindelijk gebruiken we netten om de wrongel te vangen, als het ware. En die doen we in vaten en dan persen we en dan heb je kaas. En dan ziet het er nog niet zo uit. Dit is gerijpte kaas, die is al een maand oud ongeveer, of iets ouder misschien. De kaas, als die net vers is, is die wit. Net als melk. Het is gewoon gestolde melk, als het ware. De kleur komt pas na een aantal weken. Ja, ja, we maken Goudse kaas. Zoals dat eigenlijk traditioneel en gebruikelijk is hier. Typisch aan Goudse kaas is natuurlijk de vorm. Hè, dat is algemeen bekend. De platcilindrische vorm, zoals het heet, met afgeronde hoeken. Dat is typisch Gouda. Maar wat het proces van Goudse kaas maken uniek maakt, is de toevoeging van water gedurende het proces. Voor zover ik weet, wordt dat bij geen enkele andere kaassoort in de wereld gedaan. Klinkt heel simpel, maar het gevolg van toevoegen van water om de vrongelmassa op te warmen is dat de zuurgraad hoger wordt, dus de kaas wordt eigenlijk milder. En daarnaast maken we nog iets van 12 of 13 soorten kruidenkaas met allerlei toevoegingen. Dus bijvoorbeeld komijnen en mosterd en daslook en fenugreek en wat nog meer, prei en... knoflook, honingklaver, ja, ook nog. Ja. Onze kaas heet Wilde Weidekaas, dat wil zeggen dat is ons merk. Overigens niet alleen ons merk, we zijn met 4 bedrijven die die naam voeren, Wilde Weidekaas. En het is een erkend streekproduct uit het Groene Hart. Het is ook allemaal echte boerenkaas, dus gemaakt van de rauwe melk. Dus niet gepasteuriseerd of wat dan ook. En wat ik al zei, met veel aandacht voor natuur en landschap. Ja. De kwaliteit controleren we op verschillende manieren, moet ik zeggen. Uiteraard door zelf te proeven. Dat de luxe van zelf een eigen winkeltje hebben is... dat we onze eigen kaas kunnen proeven. Veel kaasboeren die alles leveren aan de groothandel, de kaas gaat 2 weken uit de deur uit, dan proef je eigen kaas eigenlijk bijna niet. Dat is één manier. De andere manier is gewoon de technische manier. Het COKZ, de overheidsinstelling of het orgaan die dan de kwaliteit moet, de voedselveiligheid moet borgen of controleren, die komt langs, doet allerlei tests. En ook omdat we meedoen met keuringen. Wij zijn in de gelukkige omstandigheid dat we wel eens een keer een prijs winnen. Ja. We zitten inderdaad in het kaaspakhuis, onze kaasopslag. Hier ligt overigens alleen de kaas vanaf een week of 3-4 oud. En een bijzondere eigenschap van deze kaasopslag is dat de muren, waar we tegenaan zitten kijken, zijn gemaakt van stro, hout en leem. Dus het is een houtskeletbouw, het is een houten structuur als het ware, waar stro ingeperst is en afgesmeerd, aan de binnenkant in ieder geval met leem. Het komt erop neer dat
los van dat het heel goed isoleert, zijn de muren ook als het ware, zo heet het dan, damp open. Dus het absorbeert als het ware temperatuur en vocht. Of stoot het ook weer af naarmate dat binnenklimaat verandert. Dus het houdt daardoor het binnenklimaat heel stabiel. Hoeveel uren maken wij in het bedrijf? Ja, er zitten zomaar 10, 12 uur op een dag waar we bezig zijn. Ja. We zijn over het algemeen wel van 6:30 tot 7:30 zelfs een beetje bezig. Ja. Ja. Wat is er mooi aan boer zijn? Ja, als eigen ondernemer heb je natuurlijk wat meer vrijheid in bepaalde opzichten dan in andere beroepen. Het idee dat wij 's ochtends ons bed uitrollen en meteen aan het werk kunnen, waar anderen eerst nog vaak een half uur in de file moeten staan of met collega's praatjes moeten maken. Maar natuurlijk heeft het ook nadelen. Je bent er elke dag mee bezig. Het is 7 dagen in de week. En, ja. Een van de mooie bijkomstigheden is natuurlijk dat we prachtig wonen. Dat is een luxe die lang niet iedereen natuurlijk heeft. Dat hebben wij zomaar meegekregen. Dus dat, ja. Hoe zie ik de toekomst van ons bedrijf? Nou, ik hoop dat we kunnen volhouden om te blijven leren en het inspelen op maatschappelijke zorgen of thema's. Ik wil niet claimen dat we op alles een antwoord zullen hebben of dat we het in ieder ogen goed zullen doen. Maar wij proberen voorop te blijven lopen op dat vlak, zeg maar, noem het verduurzaming. En ik zie ook wel steeds meer ontwikkeling dat dit gebied als uitloopgebied van de Randstad, we zitten natuurlijk vlak tegen alle grote steden aan, ook steeds meer een recreatieve functie krijgt. Ik weet niet of ik daar in alle opzichten blij mee ben, maar ik zie daar ook wel in mogelijkheden. En als we dat goed weten te organiseren en te plannen en in te kaderen, dan kan dat ook een verrijking zijn. Ook van ons bedrijf, maar ook van de omgeving. Wat me zorgen baart is de best wel gepolariseerde discussies over klimaat en over dieren, activisme en dergelijke. Dat baart me zorgen. Ik zou het fijn vinden als de overheid een consistent en helder toekomstbeeld heeft van wat ze nou eigenlijk wil met de melkveehouderij. Tot nu toe hebben we eigenlijk gezien, met name van de landelijke overheid, dat ze kool en geiten continu willen sparen, waardoor er eigenlijk niks opgelost wordt. Behalve dat de stapel met regelgeving echt bijna Kafkaeske vormen begint aan te nemen. Verder, als het gaat om lokale en regionale overheden, moet ik zeggen dat ik door de bank genomen best eigenlijk tevreden ben hoe het gaat. Ik bedoel, ik heb altijd wel wat te mekkeren, soms wordt er wel eens op alles lakken zout gelegd. En, er is altijd wel wat te zeuren, maar op het moment lokaal, zeker in deze omgeving, en ja, vind ik dat heb ik weinig te mopperen. Ja.